Burgers Zoo ondersteunt natuurprojecten in de hele wereld. Zo ook in Marokko. De Nederlandse Els van Lavieren heeft 9 jaar geleden Amsterdam verruild voor Marokko. Ze zetten er de stichting MPC op om de unieke berberaap te beschermen. Ze doet er alles aan om het natuurlijk leefgebied van deze apen te behouden. Bij de natuurbescherming zijn het individuele personen die het verschil maken. En een van die personen is Els van Lavieren. Zij knokt voor de berberapen. Ze worden bedreigd door twee dingen, habitatdestructie. En dat is met name overbegrazing door geiten en schapen in het gebied. Maar ook dat het hele bos kaal wordt gegeten en er dus hele grote open vlaktes ontstaan. En natuurlijk illegale houtkap. En de tweede bedreiging is de illegale handel in jonge aapjes. Zowel om de Marokkaanse markt te voeden, maar ook naar Europa toe voor de huisdierenhandel. De berberapen komen voor in het Rifgebergte in Noord-Marokko en in het Midden- en Hoge Atlasgebergte. In het Nationale Park staan hele oude ceder- en eikenbomen waarin de berberapen leven op 1800 meter hoogte. Helaas vindt hier stroperij plaats voor de illegale handel. Toeristen worden dagelijks verleid met een berberaapje. Als je jonge berberaapjes ziet van dichtbij in de gevangenschap, dan snap je wel waarom mensen het heel schattig vinden. En het is ook wel dat mensen vaak die apen kopen met de beste intenties. Die denken, ik ga hem wel redden van deze afschuwelijke markt. Maar dat gaat nooit goed. Apen zijn geen huisdieren. En apen zijn gewend om in een hiërarchische structuur te leven. Wat altijd in een familieverband, als je één aap in een familie hebt, een probleem veroorzaakt. Op een gegeven moment gaat hij iemand bijten of aanvallen. Dat gebeurt. Dat is hun natuurlijke gedrag. Als de apen in gevangenschap hebben geleefd, dan kunnen ze niet zomaar weer de natuur in. Ze zijn niet meer gewend om hun eigen voedsel te vinden en raken vervreemd van hun eigen natuurlijke leefomgeving. Soms krijg je meldingen van loslopende berberapen in de buitenwijken van Parijs. Mensen dumpen ze gewoon op straat. Future for Nature Award, toen ik die won in 2010, dat heeft mij echt het project, maar mij ook persoonlijk, een enorme boost gegeven. Het winnen van de prijs heeft Els ontzettend geholpen met haar werk. Ze doet veel onderzoek, geeft voorlichting op scholen en ze heeft de overheid ervan overtuigd dat als de illegale handel niet wordt aangepakt, deze unieke aap verdwijnt. En met resultaat. De hele sfeer in Marokko als het gaat om bescherming van berberapen is veranderd. Het is heel positief en er is nog een hoop te doen, maar het gaat wel echt de goede kant op en ik ben wel hoopvol.